Owen de Winter en Mooi meneer programma, mooi Samson, programma. meneer Guillermo Samson. Goedemiddag, wat Suriname betreft. En goedenavond, wat Nederland betreft, wat Amsterdam betreft. Zijn jullie tegen de avond al, hè? Ja, dat klopt, ja. Het is al over 6:30 geweest. Dat klopt. Ja. Ja. Hoe is het met u? Met mij, naar omstandigheden, proberen we het te redden. Het gaat wel. Zoals het met vele duizenden Surinamers gaat. Zo gaat het ook met mij. En met alle soort, hoe noemen ze het, in hetzelfde bootje als ik zit. Ja, ja. Maar het geluid, want u viel dan net even weg op het laatst. Ja. Misschien moet ik een stuk luider praten. Komt het beter over? Ja, nu komt het wat beter over. Maar met andere woorden, Afolokepina. Afolokepina, niet makkelijk ook. Echt. Leidt armoede. En ik denk dat er zelfs wel mensen doodgaan. Vooral de mensen die het vrij moeilijk hebben. De zwakste in onze omgeving. Dus meneer Samson, we horen u niet goed. U moet de telefoon wat dichter bij u... Oké, dat doe ik dan, ja. Nu wel beter over. Ja. Yes. Ja, gaat uw gang. Ja, dus Warempel, net wat je zegt, Afolokepina, verschrikkelijk. En ik moet zeggen, deze regering zit al 1151 dagen. Vandaag hebben we nog 649 dagen te gaan. En tot dan, Usanyawapina. En natuurlijk die onderdrukking en die ellende die we allemaal meemaken met dagelijkse... prijsverhogingen, BTW en weet ik wat ze allemaal nog bedenken om in zakken te spekken. Het is een hoop ellende als ik het zo hoor. Zijn er nog lichtpuntjes van dit kabinet als we terugblikken? Ik ben nog al wat op deze aardbol. Ik ben nog al wat jaren op, in Suriname op deze aardbodem. Maar dit heb ik nooit meegemaakt. Het lijkt erop alsof er demonen zijn neergedaald in Suriname vanaf 2020. Ja, ja, dat is klinkt niet altijd best. Maar het volk is een beetje apathisch, want is er geen maatschappelijke onvrede, sociale onrust? Wat doen de vakbonden? Gaan de mensen de straten niet op? Worden er geen acties voorbereid? Nee, het is allemaal apathie. De straat niet opgaan, blijft eigenlijk wachten tot en met 25 mei 2025. Ja. Het volk is niet echt apathisch, maar het volk is bang. Want we zitten in een soort onderdrukking en mag je mond open doen en je neemt een onvertogen woord in je mond, dan heb je groot kans dat je in de gevangenis belandt. Zonder vorm van proces en... Zonder vorm van proces. We hebben zelfs toestanden hier meegemaakt dat we weten dat inheemsen die protesteren omdat eigenlijk het hok daar in hun gebied werd wachtgedragen, gewoon standrechtelijk zijn geëxecuteerd. Het gaat om twee personen die standrechtelijk geëxecuteerd zijn. We kennen ook het geval van de Nederlandse vrouw Winnie, die eigenlijk letterlijk door regering zoals Boze Togge ontvoerd is geworden naar Frans-Guyana met een vals paspoort. En daarna, die vrouw heeft nog waarschijnlijk geluk gehad, want het ergste kon dat ze zijn overkomen. Op het vliegtuig, op zanderij gezet en naar Suriname is gestuurd. Dus kortweg, ja, het is een zware onderdrukking. Het is een dictatuur. Vroeger zeiden ze wat, een dictatuur. Sommige mensen zeiden een democratuur. Dat woord heb ik eigenlijk zo'n beetje gebruikt. Een combinatie tussen democratie en dictatuur. Maar het is lang geen democratie meer. Het is een die-harde dictatuur waarin we zowel fysiek als geestelijk. Ja, ja. Guillermo, ik moet er eventjes tussen komen omdat we weer klachten gaan krijgen van mensen dat de kwaliteit van het geluid niet goed is. En het is echt niet goed. Je valt steeds weg. Nou, laat me even kijken of dat voor jullie kan doen, hier, de techniek. Hoort u mij nu beter? Ja, ik hoor u goed, ja. Ja, oké. Met een dubbele microfoon dan wel. Ja. Owen, heb jij een vraag aan de heer Samson op dit moment? Ja, meneer Samson. Faigo. Ah, Lolles, zoals ik net heb gezegd,
ik dacht bij jullie beter dan bij ons. Alhoewel, ik heb begrepen aan inflatie, ik weet zo dat het toe. Lek unu ja zo in akkoord. Maar die van ons, eigenlijk die inflatie van jullie is door het marktmechanisme. Het komt ook mede, denk ik, door die gek Poetin daar in Rusland. Eigenlijk ook zo mensen schender, ja. En bij ons, hoe noemen ze dat, wij hebben een andere Poetin hier in Suriname. Ja, waar ik zo verdrietig over ben, dat is, als je naar Suriname kijkt, naar de onafhankelijkheid, dan is er eigenlijk niets wezenlijks veranderd. Al het oude is door de zogenaamde revolutie overgenomen, familievrienden, deskundigheid telt niet meer. En waar ik van schrik is, ik heb voorgesteld een paar keer, laten we nou aan de politieke partijen vragen, eisen, alle kandidaten voor minister, president en minister en vicepresident, kandidaten, moeten voor de verkiezingen door de politieke partijen worden aangewezen. Willen ze niet, want dan kunnen ze niet achteraf familie en vrienden doen. Maar zo gaat Suriname er nu uitkomen, brada, Guillermo. Dat klopt, en daar zijn we mee bezig. Ik ben zo'n beetje door een organisatie die al eigenlijk 2 jaar bezig is, ben ik aangesteld om datgene te doen wat je zegt. Alleen, we moeten dat ding omzetten met statuten in een politieke partij. We praten over een beweging. Want het woord namelijk politieke partij, moet ik zeggen, is eigenlijk, het is een verkeerd woord die je nodig hier als je het woord politiek in je mond neemt. Maar dat is de bedoeling met een beweging die wij willen opzetten. We worden gebaloteerd. The right man on the right place. Want als je nu gaat kijken, kijk, we hebben de regering, maar het is allemaal brandhout. De een is nog dommer dan de andere. De ene, er zitten letterlijk ongeschoolde mensen, er zitten mensen die diploma's verkocht hebben en dat soort van zaken meer. En kortweg, al een hele poos wordt er niet gelet op wat heeft men, ja, maar het is meer family and friends die door politieke partijen, voorzitters van de partijen worden benoemd. Dus dat zou moeten gebeuren, net wat je zegt, en daar staan we namelijk voor. Niet de politieke partij. Die family and friends aanwezig, mensen die geld hebben gebracht voor de politieke partij, voor het zeggen mag het moeten hebben, waar de onderwereld naar de bovenwereld is gekomen, maar echt politiek in de letterlijke betekenis van het woord, zoals het hoort bedreven te worden. Op de eerste plaats natuurlijk met integriteit, ja. Niet corrupt en ja. Vooral kennis en kennissen. Ja, meneer Samson, ik wilde even stilstaan bij het onderwerp dat we zullen bespreken, het particulier onderwijs. Alvorens ons licht daarover te laten schijnen, of alvorens u licht daarover laat schijnen, even het doorstromingsbeleid van de vorige minister, mevrouw Marie Leevens. Dat schijnt desastreus te zijn geweest, hoor ik van verschillende kanten. Dat klopt, Marie Leevens, de vriendin van onze vriend Venlo, ik ga ervoor ik had ervoor gewaarschuwd en ik heb het zelf ook met Marie Leevens besproken, het beleid van haar wat doorstromen betreft, dat het een fiasco zou worden. En dat heeft ook gemaakt dat we eigenlijk bijna ruzie hebben gehad. Ze hebben me bijna letterlijk uit de kamer weggejaagd toen ik ervoor hield wat de consequenties zouden kunnen zijn van haar doorstromingsbeleid. Het is ontstaan tijdens COVID. Ze hebben er niet verder over nagedacht. Natuurlijk is men overvallen geworden. Maar je kan geen mensen gratis laten overgaan. Je hebt eentjes en tweetjes. En je mocht doorstromen, want je moest de kinderen zoveel mogelijk in huis houden. En dat heeft dus gemaakt dat anno 2023, dus nu in oktober, september, de inschrijvingen zijn weer begonnen, mensen van wat men noemt de tweede Milo, niet kunnen rekenen, lezen en schrijven. En dat is erg. En die mensen, er is een nieuwe minister gekomen. En die minister heeft
is met een ander beleid gekomen. Zeiden, het doorstromen gaat door. Maar in feite, die kinderen die het niet gehaald hebben, volgens deze manse normen, die zijn letterlijk weggetrapt uit het onderwijs. Dus die moeten het maar uitzoeken. Mensen van de MULO, die het moeten gaan uitzoeken om op het lager beroepsonderwijs te gaan. En ja. Dus en, dat houdt in dat als iemand bijvoorbeeld in de laatste klas van de MULO zit, het eindexamen niet gehaald heeft, dat zo iemand die school moet verlaten en zijn heil of haar heil elders moet zoeken. Sterker nog jonger zelf, 13-jarigen, die misschien een kwaliteit hadden op de MULO, misschien een specialist konden worden, dokter konden worden, ingenieur, burgerbouwer, noem maar op, econoom, vliegenier of wat dan ook. Dat die mensen hun kansen zijn ontnomen door maar die levens van de NPS. En waarom zeg ik de NPS? Want de NPS keek toe, zij hebben altijd toegegeven, zij hebben kader, ja? Ja. Maar het woordje kader is waarschijnlijk gaan splitsen welk deel van kader ze namelijk hebben. De NPS, de voorzitter en de mensen van de NPS hebben zelf de mensen die tegen het doorstromingsbeleid waren letterlijk bestreden. En daarom zeg ik, en wil ik terugkomen op dat wat Venlo zei, ja. De oude politiek nooit meer aan de macht. Nou heb ik het volgende. Aan kiezen en de mensen wegvagen, ook de NPS niet. Want de NPS heeft er ook mede voor gezorgd dat mensen hun kinderen de vernietiging in zich bestuurt. Ja. En de eigen kinderen, vraag het maar, die studeren in het buitenland. En die zijn in staat ook particulier onderwijs te betalen die het beter doet. Ja. Nou heb ik het volgende, wat ik dan niet begrijp. Het onderzoek heeft aangetoond in Suriname dat 40% of 45% van de bevolking maximaal 4 klassen lagere school heeft. Dat is niet ontstaan de afgelopen 2 jaar. Lang daarvoor. Een argument van Marie Levens is er geweest. Het oude systeem heeft een heleboel drop-outs. Kinderen redden het niet en stoppen en gaan niet meer naar school. Voor mij is dat oude systeem de oorzaak van die 45% maar 4 klassen lagere school. Dus er moet iets nieuws komen. En daar kunnen we discussiëren over wat moet het dan zijn. Maar het oude systeem zo laten is het ook niet in het onderwijs. Nou, je gaat het natuurlijk niet snappen, want alles wat Marie Levens vertelt, die overigens geen onderwijskundige is, maar iets heeft gedaan in de heropvoeding van volwassenen, ja, dat gaat hij natuurlijk niet snappen. Het oude systeem is een heel goed systeem geweest waaraan Ronald Venetiaan, de minister van Onderwijs, enorm aan gewerkt heeft, ja. En laten we zeggen, duizenden goed opgeleide mensen op elk gebied namelijk heeft afgeleverd. En het is uitgerekend Marie Levens, die geen verstand heeft. Die vrouw heeft geen verstand van onderwijs. Ja, alleen iemand die geen verstand heeft, kan zoiets doen. Voor Suriname kan je niet een systeem uit de rijke wereld gaan halen. Je hebt alleen geld, je hebt het kader niet om te gaan zeggen dat je zo'n systeem namelijk gaat invoeren. Dus het is een leugen. 45%. Wie heeft het namelijk gepubliceerd? Heeft namelijk het statistiekbureau het gepubliceerd? Die vrouw heeft gewoon iets uit de duim gezogen wat 45% betreft. Want je valt helemaal weg. Ja. Afgeleverd in Suriname. Maar ik kan u zeggen, heel veel is namelijk ook vertrokken. Maar die 45%, ik weet niet waarschijnlijk in wat voor droom ze het heeft gehad. Een droge droom of een natte droom. U vult het maar zelf in. Maar voor mij klopt het niet. Het is gewoon, ze hebben zitten experimenteren met de eigen kinderen. Terwijl ik u kan zeggen, maar die lieve haar kinderen. Het beste onderwijs heeft genoten in het buitenland. Onze kinderen, die waren met goed. Sorry. Komen vernietigen. Misschien kun je het herhalen. Ik wil één ding nog tussendoor zeggen, want ja, ik kan niet anders. Ja, ik ben zelf ook onderwijzer geweest en leraar op een middelbare school. Ik heb helaas op dezelfde universiteit als Marie gestudeerd en hetzelfde hebben we gedaan, andragogie. En dat is volwassenen educatie. Het heeft helemaal niks te maken
met onderwijs. Van educatie. Nee. Educatie van kinderen. Van kinderen. Het heeft er niks mee te maken. Gewoon volwassenen educatie. En wat opvoeding, wat betreft scholing, dus echt basisschooldingen enzovoort. Daar leer je absoluut op die opleiding niks van. We hebben gedurende dezelfde tijd aan dezelfde universiteit gestudeerd. Ja, dat is de Universiteit van Amsterdam. Ja, Amsterdam. Ja, dat klopt. Marie, ik zat zelf aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En we kennen elkaar. Marie was communiste in die tijd. Ze zat bij Lozon. En haar aandacht was eigenlijk meer voor het communisme dan voor onderwijs. Ja, ja. Nou ja, moeten we de volgende keer Marie Levens ook wederhoor. Aan het woord laten. Moeten jullie doen, dan zullen jullie nog meer leukers horen en rommel. Nee. Want ik weet dat ik ben diehard. Ik ben recht toe recht aan. Mensen houden niet van mij. Ze hoeven ook niet van mij te houden. Ja, maar ik heb de dingen zoals ze zijn. En ik kan niet zeggen, zoals wij dat kenden, dat er zoveel mensen uitvielen dat we met 45% ongeletterden hadden. Maar waarschijnlijk moest dan Marie zijn eigen kringen gaan zoeken dat die 45% daar is. 45% van hoeveel? 500.000 mensen of 45% mensen die communisten waren of zijn hier in Suriname. Meneer Samson, een vraagje. Meneer Samson, hoe zou u het onderwijs anders willen organiseren of willen inrichten? Er moest wat modernisering namelijk hebben plaatsgevonden, wat je nodig natuurlijk hebt, maar het lukte wel. Misschien heeft het gelegen dat het een ietsje achteruit ging vanwege de opleiding tot leerkracht, want ik moet zeggen, het zijn toch andersoortige leerkrachten zoals wij die hebben gekend toen wij nooit op Suriname op school was. Waren, ja, en, hoe noemen ze het, die bevlogenheid, misschien ontbreekt dat al zodanig. Ik heb weinig namelijk te maken met de onderbouw namelijk van het onderwijs, maar ik denk zoals het was, je had het verder kunnen moderniseren. En wat je namelijk had kunnen doen, ja, wilde je niet hebben dat mensen bleven zitten, dan had je ook zaken moeten introduceren als sommerkors. Kijk, binnen het particulier onderwijs, en dat loopt heel goed, kan ik u zo verder vertellen hoor. Dat is het beste onderwijs wat je kan hebben in Suriname op dit moment. Wat je altijd ook hebt gehad. Eigenlijk het verschilde niet ook veel van de openbare scholen. Wat ook de openbare scholen, die waren heel goed. Ook de MILO-scholen, die waren heel goed. Ja, maar het beste wat je namelijk kon hebben. Dat je kwam met zaken als sommerkors, de mensen extra gelegenheden gaf, et cetera. Ik heb Marie al deze dingen voorgehouden. Maar omdat ik heb gezegd dat dat rolsysteem van het niet zou werken, heb ik er meer dan 25 brieven geschreven. En ze wilde me niet meer ontvangen. Sterker nog, ze heeft die brieven niet eens beantwoord. Toen ik zag dat het een ramp zou worden, heb ik een jaar geleden een brief geschreven aan de president van Suriname. Ja, om hem te zeggen, het gaat niet goed met het onderwijs. We gaan problemen krijgen. Wilt u mij ontvangen dat ik u even doorgeef wat er namelijk speelt? Misschien moet u dan gaan praten met uw minister van onderwijs, want de president benoemt en ontslaat zijn minister. Weet u dat die man mij nooit heeft ontvangen? Ja, ik kan me begrijpen waarom hij me niet heeft ontvangen. Want zijn dingen zijn... zijn belangstelling gaat niet uit naar het Surinaamse volk, behalve dat klein groepje dat ze noemen Orange Movement om hem heen, ja. En paisa en geld maken en dit volk namelijk lopen uitbuiten met allerlei rommeldingen als BTW en belastingen en weet ik wat allemaal meer. En ook prinsen, ja, die man heeft niet ontvangen. Dus kortweg, het is niet alleen maar een kwestie van Marie geweest, maar van het hele beleid dat ze ervoor hebben gezorgd, ja, om de mensen namelijk te vernietigen. En wie zijn die kinderen die vernietigd worden? Je moet gaan kijken welke ras werd vernietigd. Dat zijn de mensen die ze namelijk uit het systeem hebben gewipt, die eigenlijk onderwijs zouden kunnen krijgen, ja, om te gebruiken straks voor oil en gas, namelijk een platform. Men is bezig hier, behalve een stukje racisme, ja, door te voeren om delen van deze bevolking weer naar de slavernij, eigenlijk een verkapte vorm van slavernij, te brengen, om ze daarna te gebruiken, namelijk voor oil en gas en andere werkzaamheden. Vandaar dat ik namelijk zeg, het is bewust gekozen, het is een stukje beleid. En een minister heeft zelfs gezegd, alleen Hindustanen kunnen dit land
kunnen dit land opbouwen. Nou, als ik u dat heb gezegd, dan moet u de lijn maar gaan trekken welk deel van de bevolking eigenlijk de dupe is geworden van het doorspoelingsbeleid van een domme Marie die dat ding letterlijk van die gasten heeft overgenomen en hun beleid tot haar beleid hebben gemaakt. Ja, een ander aspect. Een ander aspect. Tussen 1980 en 2000 is, naar mijn beleving, in Suriname eigenlijk bijna alles vernietigd. Waar de normen presteren, dat produceren. Dat klopt. Was een revolutie. En dat zijn toch ook factoren die een volk behoorlijk kunnen... Het was een staatsgreep, maar geen revolutie. Ja. Niemand stoorde zich aan iets, iedereen deed maar. Dan ga je niet ontkennen dat er veel kapot is gemaakt met 1980, we hebben het gezien. Maar toch was het nog niet zo erg, het ging nog wel tot een bepaalde hoogte. We wisten dat er grote problemen waren, natuurlijk onder de jongens van de revolutie. We hadden hier een Jozefzoon. Die het zelf heeft gepresteerd om de pornobroeken voor de kinderen binnen te brengen in de vorm van biologieboeken. Wat is er mijn zo Freud hebben gezegd, namelijk, hij leeft niet meer, ze ziel rusten in vrede natuurlijk. Ja. Dat soort van dingen hebben we gehad. Er is enorm geëxperimenteerd met het onderwijs, maar toch, datgene wat Venetiaan had achtergelaten, hoe goed en hoe kwaad en hoe scheef dan ook, meneer, het werd uitgevoerd en het leverde goed opgeleide mensen. Dat wil zeggen, wanneer de mensen hier afgestudeerd waren, en dan vergelijk ik het niet eens met die Kaikoussi Universiteit, die eigenlijk niks anders is dan een veredelde Zulu. Zulu staat voor Mulo, meer uitgebreid lager onderwijs. In mijn optiek staat Zulu voor zeer uitgebreid lager onderwijs. Ja? Maar de mensen die in de grote wereld gingen, naar Amerika, naar het Caribisch gebied, naar Nederland, die vonden veelloos aansluiting. Vandaag op de dag niet meer. Ja. Meneer Samson, want u heeft brieven gestuurd aan de president, hij heeft u niet ontvangen. Hij is ook niet ingegaan op de brieven die u verstuurd heeft aan hem. Welke voorstellen heeft u aan hem gedaan? En B, u heeft samen met hem campagne gevoerd, zij aan zij. Nou, sowieso. Broederlijk. Ik heb campagne gevoerd natuurlijk, want ik had niet kunnen zien dat die meneer namelijk een stalen masker voor zijn oor had. En dat die man eigenlijk de rattenvanger van Paramaribo en Suriname was. Maar u weet het, ik heb namelijk met uw collega Kishna al heel gauw ruzie gehad. Alleen de eerste maand toen ik zag, hé, maar dit is niet die Bromtje Jari. Dit is niet waarvoor wij samen gevochten hebben. Dit is niet waarvoor wij samen gestreden hebben. Dit bleek namelijk iets heel anders te zijn, waar de bovenwereld in de onderwereld zou komen en waar namelijk sponsors van de politieke partij het voor het zeggen hebben. En waar criminelen in het gezag namelijk een zitting hebben genomen. Maar daar heb ik nooit voor gestreden. Overigens, ik kan u zeggen, mijn goede vriend, Finitian, ja, zelfs onder Aaron ben ik zeer kritisch geweest. Ook daar, zei ik, toen hadden overgenomen in 1987, samen met Artiesten, het gaat niet goed. Ja, we hebben ook daarvoor gestreden. Felician kwam, mijn grote vriend, ja, alhoewel ik ook deelgenoot was van het beleid, had ik wel sterke kritiek. Toen Somoharjo met de gronden van doorging en rommel zat uit te halen, zelfs met kleine kinderen, u kent zijn veroordeling wel, door de rechter, toen er met Jawa contest werden gehouden en hij waarschijnlijk al piepend onder die arme kinderen hun jurk zat te kijken, ja. En hoe noemen ze het, daarna hebben we ook gehad Boutersen die we de benefit of the doubt hebben gegeven, maar die ik zwaar heb bestreden. Dus ik ben onbekend, ja. En nu kwam Santoki waarvan we dachten, hé, hij kwam eigenlijk met zijn leugenachtig gezicht dat hij het anders zou doen. Het zou anders voor ons worden, we zouden de problemen aanpakken. We wisten wel dat hij namelijk iets overnam dat toch problematisch was en toch achteraf niet achteraf gezien, niet zo problematisch als het wel leek, ja, want de cijfers kwamen pas achter dat het weer op een bepaald moment niet eens zo slecht ging, volgens IMF, ja, en deze man die komt, ja, en houdt de boel voor de gek, en wij zitten met de gebakken peren en je mag niks zeggen, zeg je, dan krijg je een vonnis, je weet het, ik heb ook een vonnis, omdat ik kritiek
kritiek heb geleverd over de duizenden doden van een minister van Volksgezondheid, waar ik zijn naam niet eens meer mag gebruiken, dus ik noem hem Kouai, alias Frankenstein, ja, een man die eigenlijk voor duizenden dollars is gaan bellen in, met zijn kinderen. De boel lockdown hier heeft gezet, is gaan bellen in Amerika en de rekening heeft gepresenteerd, et cetera. Kortweg, alles wat er aan zit is niet wat ik wilde. En wij hebben gezegd, of hij zei, we zitting. En op een bepaald moment vroeg ik mij ook af, ik had naar Sojokon zitting. Want ik ben zelf ook de dupe geworden van mijn goedhartigheid en mijn vertrouwen. Ik ga altijd uit van wat men noemt... Als ik met iemand bezig ben, dan ga ik uit van goede trouw. Ik ga niet uit dat iemand me wil pakken, alhoewel de mens slecht is. Daardoor hebben mensen me ook vaker kunnen pakken. Maar goed. Voelt u zich, meneer Samson, voelt u zich misleid door de president? Wat zegt u? Voelt u zich misleid door de president? Nou, misleid, kortweg, 125.000 mensen hebben op hem gestemd. Ja, precies. En dat als ik misleid ben, dan zijn er 125.000 en meer mensen dan mij misleid geworden. Overigens, ik kan u wel zeggen, ik heb niet voor hem gestemd. Ondanks het feit dat ik hem heb geadviseerd hoe zaken aan te pakken, want daar ging het bij mij om, dat we de economie weer op de rail zouden kunnen krijgen, heb ik niet voor hem gestemd. En dat is dan een genoegdoening dat ik kan zeggen, ja, met tikkaanslag nu, wat hij allemaal op ons namelijk brengt. Ik kijk hoe hij namelijk mensen vernietigt hier in deze samenleving, op elk gebied fysiek, dan wel geestelijk. Maar ja, je legt je erbij neer en je hebt weer een keertje verkeerd gekozen. En als je goed hebt gekeken, al een hele tijd, zoals Owen Venlo zei, ja, hebben we verkeerde keuzes gemaakt. Daarom is de komende verkiezing vreselijk belangrijk dat wij voor iets gaan kiezen. Daarom heb ik me ingezet, meneer. We gaan de politiek anders aanpakken, zoals het hoort. We gaan balloteren, we gaan proberen de right man on the right place. En vooral een scheiding tussen de politieke macht en de partijmacht. Is die beweging al geformaliseerd? Want u heeft het wordt gegeven. Enorm tegengehouden. Afgelopen week weer de minister van Justitie zegt de stukken. Die waren al bij de president. Ze waren niet te vinden. Een hoge gast is het. Die contacten heeft, is het gaan zoeken, de stukken waren niet te vinden, plotseling waren ze wel te vinden. En ik had het niet willen geloven, meneer Moonsi is erin gaan krabben om te zeggen, een politieke partij is geen vereniging, want we hebben in de statuten het vereniging gebruikt. Dat moest allemaal weggehaald worden. En sterker nog, de dochter van de president, die HRM-manager is daar op het kabinet, is ook jurist gaan spelen en in die stukken gaan krassen. Ik heb toen advies gegeven aan mijn secretaris, doe wat ze willen, het moet goedgekeurd worden. Ja, de stukken zijn toen teruggegaan naar de notaris, de notaris heeft het bijgewerkt en nu blijkt dat justitie die eens al de stukken had goedgekeurd, en als justitie ze heeft goedgekeurd, dan moet de president alleen maar tekenen en enkele meneer Moonsi of dochter van de president moet gaan zitten vingervlooien aan die stukken. Ja. Die aarzelt niet, die heeft het waarschijnlijk druk met alle criminaliteit die hij door zijn beleid namelijk toelaat hier in Suriname. En in elk geval donderdag moesten de stukken door de minister van Justitie en de directeur getekend zijn. Kortweg, geen van beiden waren op kantoor en dat houdt in als een directeur niet is of een directeur ziek is of dood is, meneer, dan liggen je stukken tot de lengte van jaren daar. Ik geef u wat de organisatie in de ambtenarij anno 2023 namelijk is. Ja, opmerkelijk, Brara Guillermo, ik bedoel, er zijn toch een heleboel politieke partijen in Suriname. Het zijn, voor zover ik weet, zijn het allemaal verenigingen. Ja, maar meneer, volgens meneer Moonsi niet. Meneer Moonsi moeten we zeggen, moet het schrijven in plaats van vereniging, politieke organisatie. Dus ik heb niet moeilijk gedaan. Nou ja. Laten we maar doen wat ze willen. Ik ben maanden of jaren ben ik niet in uw programma geweest. Gewoon omdat ik geen problemen met die gasten wilde hebben. Ja, politiek. We weten, we hebben geen objectieve rechters. De rechters zitten aan de hand van de regering. En als je één fout maakt, of er moet gestaakt worden, et cetera, dan heeft de regering de rechter... Die de regering altijd aan zijn kant. Daarom zijn ze ook goed beloond door de regering. Dus ik heb me
uit. Ja. Dit is toch bezotten, ja? Dat, langer dan een jaar, een stuk dat getekend moet worden, ja, door de president, niet, door, niet getekend kan worden. En het is ook geen, het is een onding, want de president is partner in, belanghebbende in deze. Dus eigenlijk de president mag niet tekenen, ja, andere organen, andere onafhankelijk orgaan zou moeten tekenen. Want die president die zit aan de beur hangen. U wil niet weten hoe populair die nieuwe beweging op dit moment is. Overal waar je komt. Samson, Otta beweging gekomen. Er was Wandelmars avond vierdaagse. Hoe noemen ze het? De avond vierdaagse de afgelopen dagen. Ja, ik heb een stukje nog meegelopen met die gasten. Overal waar je kwam, ik ga u zeggen, ik was uren bezig om mensen uit te leggen wat er aan beweging, waarom aan beweging neerkomt en wat er namelijk is gebeurd. Want de mensen hebben het gehoord via botsen dat deze week, de afgelopen week, de stukken eigenlijk door justitie getekend zouden worden. En ze wilden weten hoe ver. En ik kan u zeggen, het is razend, die beweging is razend populair. En ik ga u nog foto's en dingen sturen van mensen die we hebben gesproken. Overal waar je kwam, ja, hoorde je over de beweging. Ja, meneer Samson, we moeten nu helaas afronden. Ze voelen al nattigheid, dus waarschijnlijk daarom worden ze het tegen. Maar dat kan absoluut niet, dat is geen democratie, man. Is een zakenkabinet ook een optie bij de nieuwe beweging? Nou, eigenlijk, waarmee we bezig zijn, is een vorm van een zakenkabinet. Want niet de partij of de beweging gaat de mensen aanbieden, maar we gaan ook kijken in de samenleving. Ook mensen als pers en mensen die het goed gedaan hebben. Ook mensen binnen andere partijen die het goed gedaan hebben en niet corrupt waren. Ook die mensen zullen gevraagd worden, zijn de right man and the right place. En we hebben een verrassing voor de bevolking. Dat moet nog tegen. Ja, maar het wordt een hele andere vorm namelijk van leiding geven aan het land. Ja, Oké, meneer Samson, dank u wel voor het interview. Dank u wel dat u onze luisteraars geïnformeerd hebt en bijgepraat hebt over een aantal ontwikkelingen en de jongste ontwikkelingen in Suriname. We komen binnenkort weer bij u terug. Dank u wel voor het interview en tot de volgende keer. Oké, bye bye. Ja, luisteraars, dat was het interview met de heer Guillermo Samson in Paramaribo. Owen, ben je er? Ja hoor, veelbelovend. Ik ben zeer benieuwd. Belachelijk de opstelling van de kabinet. Ja, het is niet normaal om te struikelen over het woordje. Het is gewoon een vereniging. Alle politieke partijen zijn verenigingen. De partij is in de volksmond. Ze hebben leden, ze kennen juridisch, leden. Juridisch is het een vereniging. Ja, het is een rechtsvorm. Een rechtsvorm is een vereniging. Zo je kan ook een andere rechtsvorm kiezen. Dat kan ook. Ja, zoals Wilders, maar stichting. Politieke partij is geen rechtsvorm. Nee, dat klopt. Maar goed. Ja.